Good morning! Dag 2. Kunnen we het even hebben over hoe heerlijk die roze lijn is van The Rituals? Even serieus. Zo lekker. Maar de belangrijkste vraag van vandaag is dus wel: waar is de zon? Even serieus. De hele week is het fucking lekker weer. En dan begin ik eigenlijk met vloggen. No sunshine. Ik heb de hik. Heel vervelend. Dus ik ben havermout aan het maken voor mezelf. En het is klaar. En ik zie op de tafel nog M&M's liggen. Wat denk jij dat ik daarmee ga doen? Heb ik nog nooit gedaan. Want ontbijt moet altijd gezond zijn. Dus ik doe er altijd fruit in of nootjes of zo. Maar nu ga ik lekker M&M's erin doen. Hey, trouwens, het is heet. Dus even kijken of die kleuren er doorheen gaan. Ja! Yeah. Oh my god, het smelt helemaal. Kijk, nou is het helemaal chocoladrap met nootjes. Oeh! Het is echt lekker. Ik raad je dit echt aan. Als je havermout eet en als je dat lekker vindt, doe er een handje M&M's in. Het is echt lekker. We zaten net in de auto en we stoppen voor een stoplicht en er zat een gast allemaal poep op de ramen. Ramen, rapen, poep! Met zijn blote hand. Dus ik dacht net, we lopen hier langs. Hé, vriend, ik bel die gast even. Ik kan die hier ook opruimen. Dat is toch vies? Die loopt hier met zijn blote handen. Poep. Kijk eens wie we daar hebben. De zon. Yay, ik dacht dat hij niet kwam vandaag. Zie je dat? Ik heb koude hielen. Kan toch niet? Valt gewoon uit elkaar. En dat? No. No. We lopen net langs een winkel met goedkope windschoenen. En ook nog goedkope soort van zomerschoenen. Score! Look how cute. Is toch cute? Vet goedkoop. Vet goedkoop. Isn't it super cute? Lekker fel voor de lente en de zomer. Dus. Maar wat ik altijd doe, mijn hele leven al. When I buy new stuff, wil ik het gelijk aan. Echt. Vooral vroeger deed ik dat. Als kind. En mijn schoen is open en ik heb koude hielen. Er komen glazenwassers in deze flat. En je kunt dus een gondel met twee tal heren voor een raam verwachten. Wat is een tal? Wat is een tal? Wat is een tal? Yes, hunty! Yes! Of niet? Ja. Yeah. We gaan lekker lunchen. Waarschuwing. Dik. Ja. Pas op, je gaat nu een wondje zien. Misschien hou je er niet van. Het is een klein wondje. Moet je kijken, hoe denken die er eens? Wacht even. Voorzichtig, voorzichtig. Kijk. Die lach. Oeh, zeer. Auw. Ik zit de video te bewerken. Ik denk dat dit dus iets is waar ik aan moet gaan wennen. Dat ik elke avond nu een vlog moet gaan bewerken. Kan ook wel de volgende dag, maar soms niet. Want, ja. Dus kunnen we de hele tijd naar mijn schoenen zitten kijken. Witbalans. Want ik kan niet de hele dag vloggen en dan 's avonds gaan bewerken en gelijk uploaden en zo. Dat kost gewoon te veel tijd. Het bewerken zelf en het uploaden ook. Dus daarom doe ik het altijd de volgende dag. Dus de vlog komt altijd de volgende dag online. Ik probeer om 5 uur te doen. 5 uur 's middags. Dus, maar ja, dan heb ik dus in principe nog wel tijd om het morgen te bewerken natuurlijk. Maar dan doe ik het liefst gewoon de avond zelf, als ik er tijd voor heb. Zodat ik de volgende dag gewoon lekker mijn dag kan hebben. Het is nu 12:15 s'nachts. Ik ben ook wel echt een nachtmens. Maar ik ben wel de laatste tijd goed bezig met op tijd naar bed gaan en op tijd wakker worden. Anyways, ik ben dus bezig met mijn video bewerken. Maar ik wilde nog even zeggen, ik ben de hele avond bij mijn moeder geweest. Mijn moeder heeft een handoperatie gehad deze week. De tweede. Ze heeft vorig jaar ook eentje gehad. En ze is zielig. Nee, het is gewoon. Ze heeft gewoon wat hulp nodig met wat dingetjes. Want het is vooral nu ook de rechterhand. Is gewoon lastig. Dus daar ben ik lekker vanavond geweest. Lekker gegeten. En wil ik nog wat zeggen over de bijstand? Yes. Als jij 13 bent en nog helemaal niks weet van de bijstand bijvoorbeeld.
heerlijk dat je gewoon de leeftijd hebt dat je gewoon helemaal niks te maken hebt met rekeningen en huur en geld verdienen en de crisis en et cetera. De bijstand is iets wat, wat de overheid doet als je zelf niet rond kan komen, als je zelf niet genoeg geld verdient om jezelf te kunnen onderhouden, om je huur te betalen, om je eten te kopen, om kleding te kopen. Dan helpt de staat je daarbij. Dan krijg je geld. Je moet er wel aan bepaalde voorwaarden voldoen natuurlijk. Maar ja, het is een heel goed iets dat we dat hebben in dit land. Want er zijn landen, als je pech hebt in je leven, zoek je het maar uit. En nou, dat is gewoon heel erg. En hier kan dat. En dat is heel fijn. Vaak wordt er ook misbruik van gemaakt. En dat is heel jammer. Maar mensen moeten ook wel doorhebben dat het ook echt wel nodig is voor sommige mensen. En dat dat gewoon goed is. Maar goed, ik wil er dus heel snel uit. Want ik wil dat gewoon liever niet. Ik wil gewoon lekker mijn eigen centjes verdienen. Dus dat is dit project. Dit ding dat ik een jaar lang ga vloggen. Om wat centjes te verdienen met advertenties en zo. En natuurlijk niet alleen maar dat. Want ik kan van alles doen. Ik vind dit ook echt leuk om te doen. Ik doe al jaren, heb ik van die periodes dat ik video's maak en ik vind het echt leuk. Ik volg zelf ook heel veel vloggers. Het lijkt me gewoon heel leuk. Ik vind het ook een uitdaging om dit, om iets een jaar lang aan te gaan. Iets wat niet moet van iemand, weet je wel? Iets wat niet school is, een studie of werk, weet je wel? Iets wat je gewoon echt zelf wil doen en je daar dan echt voor inzetten en echt zeggen, dit ga ik een jaar lang elke dag doen. Dus, dat wil ik even uitleggen. En verder is het wel genoeg geweest voor vandaag. En ga ik zo lekker slapen. Dus slaap lekker. En tot morgen.